En ruiter kan niet zonder paard. Logisch verhaal. En daarom worden er tijdens de KWPN hengstkeuringen in Den Bosch talentvolle Rabo-ruiters in contact gebracht met getalenteerde springhengsten. En dat op een originele manier. In een wedstrijdshow die bestaat uit 4 teams strijden de bijzondere koppels om de eer. En bijzonder zijn de koppels omdat ze bestaan uit een Rabo-talent en een oud international, oftewel een veteraan. Zoals Willy van der Ham of oud-Europees kampioen Johan Heins. En ja, je ziet het goed. De bondscoach zelf gaat ook de uitdaging aan. Was je zenuwachtig? Stiekem wel een beetje, ja. Ik heb me van tevoren gezet van wat ik altijd aan al mijn ruiters zeg. Van adem blijven halen en het stelt niks voor. Maar ik zal het toch zeggen dat ik ben toch nog een keer extra naar het toilet gegaan van tevoren. Ja, wat houdt het in? Het was een teamspringen eigenlijk met veteranen. En het is natuurlijk altijd leuk om hun nog een keer weer de ring te zien met hengsten. En we waren foutloos, iedereen was foutloos. Dus Willy rijdt nou barrages, mijn teamgenoot. Dus ik hoop dat hij het goed gaat doen. Nou, Rob Erens heeft het in ieder geval goed gedaan, Willy. Rob Erens heeft goed gereden. Hoe was het voor jou? Ik heb niet goed gereden. Mijn paard sprong heel goed. Ik reed een klein beetje onbezonde dubbelsprongen. Ik denk, als het gaat, gaat het. Als het niet gaat, ja, dan heb ik fout. We noemen jullie een beetje oneerbiedig veteranen, maar je springt nog steeds, toch? Ik rijd nog steeds. Ik rijd elke dag nog 4-5 paarden. Ik ben niet wekelijks op concours, maar wel 1 keer in de maand. Dus ik ben nog fit. Hoe vond je dit? Dit is mooi. Voor ons is het een keer leuk om mee te doen. Ik denk, mooi voor het publiek. Als we kijken naar de jonge ruiters, naar de talenten, is het moeilijk voor hun om aan een goed paard te komen? Dat denk ik wel, ja. Kijk, we hebben denk ik in Nederland heel veel goede jonge ruiters. Maar aan het eind van het liedje is het toch elke keer hetzelfde. Ruiter-paard, de combinatie. En dat is heel moeilijk om die combinatie bij elkaar te krijgen en te behouden. KWPN praat over het algemeen goed karakter, goede instelling. Met springen. Springen lichtvoetig de meisjes. En ja, gewoon een goed springpaard met goed karakter. Nou, voor mij is het toch wel meer dan 9 jaar. Ze hebben een kleine 10 jaar geleden. Dus eigenlijk een wedstrijd gereden. Wel nog rijden thuis en ook nog wel springen. Maar dit is altijd toch wel even weer iets anders. En een heleboel ogen staan te kijken. Maar het ging netjes. Je pak pas nog steeds. Pak pas nog steeds. Dat zeg wel wat. Ja. Dus ik kan verrustig nog even doorgaan met lekker eten. Als me dit over 15 jaar nog past, dan heb ik het goed gedaan.